Groenendaal en Van der Poel en de rest van de betere Europeanen. Enige Belg met een behoorlijk vormpeil, de Oost-Vlaming Mario de Klerk. Janssen zijn verrekken herstellen van een ziekte. Berde is nog wat groen voor dit werk. Een omloop op Zwitserse maat gesneden, zwaar dus met steile hellingen en gevaarlijke afdalingen. Dieter Runkel werd hier in 1995 wereldkampioen. Groenendaal ligt er van meet af aan de pees op. Hij is in topvorm, de snelheid ligt zeer hoog. Bramati en nog een handvol vermetelingen proberen de Nederlander bij te benen. Situatie na een paar ronden. Groenendaal met Bramati, ook Van der Poel en Mario de Klerk. Op een paar lengte volgen Simonek, De Vos en Wabel. Deze loopstroken blijven zwaar in de kleren hangen. Weinig afscheiding, ondanks het beulwerk van Groenendaal. Halfweg zijn er nog een tiental zegekandidaten erbij. De Klerk en Van Sanvliet. Tot de Nederlanders dan toch de bres slaan. Groenendaal en Van der Poel in de nationale truien. Jan Raas zag ze liever in de Rabobank trui, maar haalde bakzeil. De Zwitser Wabel volgt op een paar ronden van het einde op ruim een halve minuut. In de achtervolgende groep volgen weer een halve minuut later Bramati, De Klerk en Wabel. Ook Simonek de Oude Vos is er nog bij en Van Sanvliet geeft weer alles het volle pond in de achtergrond. Op de 26-jarige Groenendaal staat weer geen maat. Hij rijdt Van der Poel in de slotfase uit de wielen. Richard Groenendaal hier in beeld. Van hem wordt verwacht dat hij de cross dit seizoen zal gaan domineren. Het wordt dus 1 Groenendaal en 2 deze Van der Poel. Zo was het ook vorig jaar. Richard Groenendaal voor zijn landgenoot en ploegmaat Adrie Van der Poel. Die volgt op 20 seconden en kijk wat Groenendaal allemaal nog kan. Nog even zeggen dat Wabel derde is voor Simonek Bramati. Dan volgen Mario de Klerk als zesde, Peter van Sanvliet is zevende, Vervecke is elfde, Mark Janssens 12e.